Oké, hey, hallo maar, welkom bij Star Wars The Old Republic. We hebben hier deze droid om te praten. Heading that way now. Oh ja, yeah, let's do this shit. Schootje neerhalen en dan is dat waarschijnlijk de laatste missie van mijn karakter. Hoop ik. Should have murdered the traitor when we had the chance. Hunter, at last. Now that Malgus the Betrayer is your prey, do you recall any weaknesses we could exploit? He waited years to spring his trap. Now it's up to us to claw our way out. I'm afraid you're right, Hunter. I wasted years serving Malgus. He even asked me to join his treason. Of course I refused, but I should have spit in his face. A true Imperial would have slain the traitor where he stood. Regardless, the treacherous dog has stolen our Emperor's cloaked space station and fled into open space. Grand Moff, Darth Malgus's forces are invading the planet. His ships came out of nowhere and troops are flooding out. Alert the army. Call for reinforcements. That gutless scum won't embarrass the Empire again. If Malgus brought a stealth fighter here, the Empire will claim it. You're right. A command fighter from Malgus's armada should have the station's coordinates on its nav computer. Finally, the traitor slips up. Steal one of his ships, and you can fly it straight back to Malgus's hidden space station. Find me a pilot, and I'll secure that ship. I would be proud to fly you into battle against the Betrayer. I hope you're ready to teach Darth Malgus a lesson. Punishing the traitor will be my extreme pleasure. Then it's settled. General Hesker will help you seize the stealth fighter and fly you to Malgus's station. I will prepare my ship at once. Hesker will drop you on the front lines. You must tear through the Betrayer's army to steal a ship from Malgus's fort. This mission is vital to the Empire's future, Hunter. Succeed! And your loyalty will be generously rewarded. Oh, dit is trouwens een flashpoint. Dit is een solo flashpoint. Ik heb echt nog nooit een flashpoint gedaan. Dus het gaat voor mij een hele nieuwe experience worden. Dus dat wordt leuk. Terminal. The Empire is a symbol of strength, respect, and purity. Darth Malgus mustn't corrupt that. Give the word, and we'll rain fire on the traitor's invading army. There are only two ways back here, stealth fighter or body bag. A general of the Imperial Guard does not flinch from a challenge. Once we're over the battlefield, I'll drop you in the trenches. After that, I will provide air support. Now, to battle. Malgus the Betrayer will fear the Empire again. Nice. We may share an enemy with the Republic.
can't trust them. Okay. Ah, ik moet hier omhoog. Nou, ik moet hier ben. Wauw. Please select an available travel route. Okay. Okay, well, medic. Oh shit, some verschillende stages. Defeat Malgus' forces. Nice. Dan gaan wij nu door. For the Empire. Denk ik. Deze is neer. Ik ga de volgende staan. Nice. It takes guts to face me. And I will take your life if you face me. Basically. Okay, kom op. Nice. Heb je hem nog? Oh, enemies. Kom op, ga eens even helemaal neer. Het was wel een hele missie al direct. Het is lekker veel schieten, het is lekker wat kapot maken. Terwijl het is voornamelijk lekker wat geld en lekker wat XP. Maar aangezien het de flashpoint is, ook dekt een compleet nieuwe experience voor mij.
Kijk eens. Overal loot en stuff. Ligt er een dode robot. Ik moet nog iets van vier vuilnis afmaken. The trenches look like an alien shooting gallery from up here. They're fools to support Malgus. Hij moet sowieso neer. Want dit heeft zo'n speciaal teken dat als je hem neerhaalt, hij moet veel meer XP hebben. Nice. Nice. Oh, dingen geven leven. Ik heb het anders niet echt nodig gehad, maar toch bedankt. Ah, sharpshooter. Maar ja, ook met je die bezig, dan doe ik deze wel. Nice. Bonus vluchtig updating. Nice. Basically, mijn missie is om nog meer mensen af te maken. Dat is het tweede deel van mijn bonusmissie. Nu ben ik iemand die dat niet erg vindt. Mooi zo, als jij van neer gaat, kijk eens. Jij luistert goed. Die vaanden luisteren allemaal steeds beter. Ze gaan allemaal steeds eerder neer. Ze gaan basic allemaal gewoon op de grond liggen. En zoiets van... Ja, jij mag ook wel neer hoor. Als ik jou dat even mag looten. Durf ik nog helemaal niet te weg, dan zijn ze 2 level 50. Dus ik ben een beetje zwak met die 2 level 50. Als ik daar maar even wacht tot ik level... Dat ik gewoon even level 52 ben. Dan heb ik veel meer kans. Dus er staan hier genoeg vuilnis nog die ik kan afmaken om dat level te behalen.
Kom op. Natuurlijk zometeen mijn Ushaba Legacy level ook heel erg naartoe aan te gaan. Dat vind ik ook echt een hele belangrijke. En daar heb ik ook nog wat zo'n artillery droids, die ga ik ook wel verpakken. Ik heb echt heel snel level 52, want toen kan ik verder met mijn hoofdmissie. Oké, loopt dus weg. Loop je ook zo ver weg dat niemand het merkt dat je aangevallen wordt, of? Want eigenlijk nu ook even op letten. Dus als je ver genoeg wegloopt, dan hé. Ik denk dat hij alleen even een paar stappen die kant op doet. Jullie staan niet dicht bij elkaar genoeg. Oh, ze staan misschien nog net dichtbij. Nou, net. Nou, misschien dat ik ze nog wel allemaal aan kan, gewoon allebei. Ja, dat versta ik niet. Kom op, zo meteen is de eerste weg. Dat is wel maar beter, dan kunnen ze de tweede ook zonder problemen aanvallen. I am Chieftain Velasu Greg, uniter of the Kalish tribes and bane of the old empire. What trophy will I claim from you? An ear? Your weapons? Mijn neus, nou goed. Ja, dacht je echt dat die turrets ons lang kunnen bezighouden? Ha! Turrets hebben ze helemaal niet tegengehouden. Malgus, I have shamed you. Dat wisten we al. Ik ga nog even heel snel door met mijn killing spree. Om bij die om die 40 gootjes af te maken, omdat ik wil weten dat mijn wissie erna wordt. Oké, 35 is dan een redelijk aantal. Nieuwe Imperial Officer, kom op. Moet hier nou nog één? Ja,
En daar zijn er een paar, oké. Boom, check it out, baiting. Oké, er zijn supplies kapot maken. De crystal mining supplies, oh god. Staan die überhaupt in dit gebied? Staan die niet in het volgende? Oké, turrets ga ik dus nu ook even afmaken, als ik nu ook even weet wat en hoe. Kom op, jij mag eventjes neer. Dus zoveel minuten heb ik niet meer, dus. Ik bedoel wel nog in deze sessie op zich, maar... De burger officer. Try to be more careful. Ik wil ook graag mijn nieuwe level hebben. Ik zit te dichtbij. Dat is de volgende turret. Oké, kom op. Nice. Ja, dat is de volgende. Ik heb nog iets van loot gemist daar. Deze lijkt niet te kunnen uitschakelen, dus doe ik dan ook niet. Nou, ik heb ze nu op twee plekken weggehaald. Zijn er meerdere turrets? Nee. Dus dan gaat hij hier meer zitten. Mining slave. Oké. Okay. Kijk eens. Oké, mooi zo. Niet zo allemaal meer. Ik heb nog 5 minuten voordat deze aflevering afgelopen is, dus. Dus dan wordt het een Flashpoint TNT aflevering gedaan wordt. Ik heb een hulprobot niet meer. Ik
is een beetje vervelend. Kom op. Als ik jou raak, raak ik daarmee echt alles. Ik heb geen idee. Alleen aan jou nog. Aan jou. Nice. En dat is mijn legacy level omhoog. Dus daar ben ik echt fucking blij mee. Gewoon legacy level, ook level omhoog. Dus dan is dat een goed moment, al die vaanden. Die gaan ook wel lekker wat XP te verdienen naar mijn volgende level toe. Trouwens, hier zijn die supplies. Leuk dat jullie mij in één keer neerstaan met die exen van jullie, maar dat helpt niet echt. Wauw. Dat is 2. Waar zit die volgende box? Voor de rest hier geen boxen. Dus moet ik gewoon door. Nou, whatever, als ik hem als de 2 bonussen niet haal. Ik wil gewoon dat fort even overnemen, maar... Ik kijk er gelijk op het tweede scherm. Ik zie ineens... 1.00.00. Dus, ik weet wat dat betekent. Want jullie waarschijnlijk ook. Aangezien dit een half uur per aflevering is. Dus ik ben ook helemaal voor het kijken. Het is gewoon een laatste shizzle wissel in de beschrijving. Ik hoop dat je het leuk vond, hè? Dus dat volgende keer haal ik dus nog eventjes deze flashpoint compleet afmaken.
Ik maak alleen nog eventjes deze baan hier af. Jij hebt het meest vervelend, want jij slaapt met die ex. Oké, nice. Kom op. Nice. The channels are lighting up. Apparently Darth Malgus's right hand is approaching Yellum. Okay. In ieder geval, goed tot de volgende keer.